Je raadt het nooit. In de week dat een van mijn favoriete games of all times uitkomt, staat ook gewoon meteen de wedstrijd van het jaar op het programma. De wedstrijd? De wedstrijd van het jaar. NAC Ajax. Een wedstrijd. Een wedstrijd? Gewoon een wedstrijd hoor. Voor NAC en de supporters is NAC Ajax echt niet de wedstrijd van het jaar. Niet? Ik snap dat dat voor jou en de Ajax-supporters wel zo is. Maar dat is toch overal waar Ajax op bezoek komt? Dat is de wedstrijd van tuurlijk het jaar. Tuurlijk niet, jongen. Echt wel. Iedereen wil van Ajax winnen. Nee, jongen. Meer dan NAC Ajax is NAC Willem II de wedstrijd van het jaar. Ook op NAC Willem II nagelaten dan? Is het de nummer 2 wedstrijd van het jaar? Nee, ook niet. Wat is dat dan? Ik denk dat NAC Feyenoord ook nog wel hoog in aanzien je staat. Je bent deze wedstrijd zo aan het downplayen. Maar ja, hij staat dit weekend op programma. Ja. En nu is natuurlijk de game uit. Ik ben er enorm verslaafd aan. We gaan samen ook nog eens de review doen. Maar wat leek mij nou leuker dan deze game gewoon simuleren? Want dit zou de ultieme voetbalsimulatie moeten zijn. Laten we gaan kijken wat het gaat worden. Dit wordt gewoon niet één, maar twee keer pak slaag voor mij waarschijnlijk. Laten we kijken. Als de game doet wat het moet doen, dan zou het... Doe eens een voorspelling. Voordat we hier van start gaan. Mijn hart is geel-zwart, weet je wel. Maar ik ben tegelijkertijd ook wel realistisch. Ja. Ik ben een realist. En 0-2-0-3? Nou, dat zou ik voor tekenen. Ja, maar zou betekenen dat het van een leien dakje gaat voor Ajax. Ja, maar Ambrose, de spits van NAC, scoort niet. En de Volse, ik weet niet, is nog steeds niet helemaal fit. Heeft wel laatst een volledige wedstrijd gespeeld, geloof ik, toen Ambrose geblesseerd was. Maar scoort vermogen, dat is het probleem bij NAC al een aantal weken. En dat zorgt ervoor dat we nu dan ook op een 16e plaats staan. En ik hoop wel dat in de komende weken we van die ellendige 16e plek afkomen. We hebben een moeilijke seizoenstart gehad. Jong team, grillig zo nu en dan. Maar er zit in ieder geval wel voetbal in. Maar als ze die voetbal nou kunnen combineren met veel strijd aanstaande zaterdag. Ik wou net zeggen, Ajax is een club die op dit moment enorm aan het schipperen is. Ja. Ook een hele jonge ploeg natuurlijk. Maar weet je wat het ding is? Als je daar een beetje strijd tegenaan gooit. Ja, maar het ding met clubs die aan het schipperen zijn, is al jarenlang is het zo, dan komen ze bij NAC en opeens gaat alles weer van een leien dakje. Behalve dit jaar Feyenoord-NAC. Ja, oké. Okay. Maar dat was dat gewoon... heeft de teleurgang van Feyenoord ingezet. Dat was voor NAC 1 in a million. Dat was gewoon fantastisch. Maar dat zal in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet nog eens een keer gebeuren. Oké, we zullen zien. Hey, laten we even in de game gaan duiken. Je ziet het hier al. Hij lijkt precies nog of niet. Ik heb zelfs mijn echte foto, een foto van mezelf, heb ik ingescand en in de game gezet. Waar is de baardgroei? Ja, die zie je wel een beetje. Oh, wel een beetje. Ja, dat zijn geen puistjes. Ik dacht dat het schaduw was gewoon of zo. Okay. Maar schuif lijkt je een beetje? Neus. Ja, een klein beetje wel, ja. Heb je hem ooit wel eens in een kostuum gezien ook? Het lijkt mij een onesie. Hij heeft geen riem. Deze graphics, ik bedoel, de laatste voetbalmanager die ik heb gespeeld als voetbalmanager 2008 of zo. Ja. En toen zag het er ook zo uit, hoor. Nou, kan ik moet wel heel eerlijk zeggen, dit is wel een MacBook uit 2010. Ja, maar dan nog. Nou, die zou best wel zwaar kunnen hebben. Ja, zou je op mijn PC, ik heb hem inmiddels geïnstalleerd, ik ga er de komende dagen flink mee aan de slag. Zou je de aderen op zijn handen zien en zo? En zou die dan wel een riem aan hebben en dat soort shit? Ja, het zal toch wel. Nee. Geen riem, dat is echt not done. Nee. Dat is echt not done. Dat kan niet. Dit is echt, ik vind dit een hele neppe coach. Coach Koos. Ja, dan ben je Coach Koos van Ajax. En dan heb je niet eens een riem. En je hebt geen van die sterretjes op je stropdas. En geen eentje erop. Ja, ook dat nog. Nou, laten we even de game op. De graphics settings zijn low. Dus laten we hopen dat het is. Kijk, ik heb hem al opgeslagen. Hij staat al klaar namelijk. En dan hebben we de opstelling staan. Zoals Marcel Keizer hem bedoeld heeft. Is dat zo? Ja, maar fuck die shit. Ik weet het natuurlijk beter dan Marcel Keizer. En ik weet dat je zit te kijken, Marcel. Dus hem ook gewoon Marcel noemen. Zeker weten. Ah, oké. Pak pen en papier erbij. Meneer Keizer voor jou. Mag ik even de opstelling van NAC dan ook zien? Die kunnen we straks pas zien als ik naar de match toe ga. Die kan ik natuurlijk niet aanpassen nu. Die kan jij niet aanpassen. Maar jij bent ook niet de coach van NAC. Kijk, één ding. Wie ben ik dan wel? Gaan we meteen. Ja, je bent Skate the Great. Je zit gewoon hier te kijken en een beetje te voorspellen en mee te lullen. Een beetje afzien hier, een beetje leiden. Maar één ding wat we natuurlijk meteen gaan doen. Is Mitchell Dijks op links zijn back zetten? Nee. Amin Younes, doei.
Die gaat gelijk dat naar de bank. Dat hij nog zoveel krediet krijgt. Iedereen is het daar wel over eens. Van, hey, kom op man, wanneer raakt die guy zijn krediet, wanneer raakt het krediet op? Nou, bij iedereen is die al op, behalve bij Marcel Keizer. Bij Marcel. Marcel? Even, ik heb toch iets meer ervaring. Daar heb ik toch wat meer mee. Ik zie liever Huntelaar in de spits dan Noorberg. Ja, de Hunter. Ik bedoel, ja? De club is aan het schipperen. We hebben even wat meer ervaring nodig. Zie je dat ook? Zie je de terugval van Dolberg? Zie je dat ook terug in zijn huidige stats? Wordt dat ook steeds wekelijks een beetje bijgewerkt? In de game? Ja? Nee. Oh, okay, dat want je hebt natuurlijk wel regelmatige updates. En dan als je een game opnieuw begint, dan reflecteert het wel hoe hij op dat moment ongeveer heeft gepresteerd. Okay. Maar ja, op het moment dat jij game bent begonnen en Donny van der Beek doet fantastisch bij jou, omdat jij hem natuurlijk wel goed managt, dan blijft hij het gewoon goed ja, doen. Precies. Anders word je een beetje dubbel genaaid. Je hebt gewoon Dijks op linksback, zie ik hier. Ja, je hebt weinig andere opties natuurlijk. Nee, ik ga er wel iets op verzinnen. Haal er een jeugdspelertje bij. Heb je inmiddels wat Guys van de tweede laten overhevelen of dat ja, nog niet? Ja, ook. Ik ben even mijn bank aan het vullen hier. Ja, Nouri zit er ook nog in. Ja, dat is een beetje... Naar, hè? Een beetje naar, inderdaad. Ja, ergens ik weet ook wel niet wat ik ervan moet denken. Hem eruit halen, dat is ook heel vreemd. Nee, uit respect voor, hè. Laat je hem toch gewoon staan. Weet je... Maar je zal hem niet zo snel inbrengen, lijkt me. Nee, dat lijkt me heel gek. Maar hetzelfde met dat hij in FIFA zit, vind ik ook een beetje... Sinkgraven gaat uiteraard gewoon naar linksback. Okay. Mitchell Dijks, die moet het afzien. Daar ligt dan ruimte voor Fernandes. Al verkocht eventueel rechtsbuiten voor NAC. Maar ik moet wel echt gaan schuiven, man. Want ik heb nu al gelijk een probleem. Nou, op middenveld? Ik heb Matthijs de Ligt. En zoals je hier kan zien, needs a rest. Dus hij is vermoeid. Nou, dat is niet zo heel gek. Hij is natuurlijk heel jong. En hij heeft veel wedstrijden gespeeld dit seizoen. Dus die moet eruit. Dan zetten we Veldman op zijn plek. Want dat is natuurlijk van nature een centrale verdediger. Ja, Veldman moet je wel even op zijn plek zetten, inderdaad, ja. En dan gaan we gewoon die jonge Colombiaan gaan we gewoon een kans geven. Hij mag het laten zien. Tegenover wie komt hij dan te staan, denk je? Dan komt hij tegenover, ja, maar we hebben niet echt een echte linksbuiten nu. Het zal Garcia kunnen zijn, hangend op links. Die een beetje afwisselt met Vloed en... Ik moet even kijken hoe de opstelling is daar zometeen. Okay. Ik haal ook even Siem de Jong eruit. Want was niet helemaal matchfit, zag ik. Tweede helft in te brengen. En ik zou natuurlijk liever 4-geven achterin zetten. En dan gewoon Veldman rechtsback houden. Maar die is geschorst om een of andere reden. Die heeft de vorige wedstrijd iets uitgevreten. En ik denk dat we hier zo wel zijn. Met Schöne gewoon op 6. En dan maak ik hem een deep-lying playmaker. Want dat past veel beter bij zijn manier van spelen. Ik hou hem wel op defend, want we spelen uit. Dus ik ga niet gelijk helemaal op de aanval spelen. Nee, je hebt er nog niet blind vertrouwen in tegen NAC? Nee, zeker niet. Dit Ajax. Kijk, en ik zet Van der Beek als een centrale middenvelder in de supportrol. En dan Ziyech is gewoon een advanced playmaker bij mij. En die mag wel in een aanvallende rol. Even kijken, dit zijn de teaminstructies. Nou, normaal spelen we aanvallend. We spelen uit, dus ik zet hem even iets terug. Normaal tempo. Je moet toch uitgaan van eigen kracht en je speelt tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Ja, dus ik ga wel iets fairly wide spelen. Ik laat de defense line normal. Zo. Closing down, dat ga ik heel veel doen. Dit is wel een stukje complexer dan hoe het 10 jaar geleden was hoor, hey, voetbalmanager. Nou ja, hallo. Het mag ook wel. Mm. Closing down, dat is dus druk zetten. Nou, jullie zijn niet een hele goede ploeg, vergeleken met Ajax. Dus jullie hebben de mindere goden. Dus als ik waarschijnlijk veel druk op jullie ga zetten, dan gaan jullie het moeilijk krijgen. Als een paar spelers het op de heupen krijgen, Angelino, Garcia. Garcia een beetje afwezig, een beetje onzichtbaar de afgelopen wedstrijden. Hopelijk heeft de 2 weken rust goed gedaan. Ze hebben wel tegen Gent een oefenwedstrijd in het geheim gespeeld. Die hebben ze met 3-1 verloren afgelopen week. Dat is dan ook weer geen echt een goede generale, maar... ik hoop dat ze zich weten te herpakken en dat ze alles zullen geven, net als tegen Feyenoord laatst. Je weet het niet, hè? Het zijn jonge gasten die wel op any given moment boven zichzelf kunnen uitstijgen. En ik hoop dat dat zaterdag gaat gebeuren. Ik zit er weer bij in ieder geval, Fakkie G. Ik ga hier niet al te veel mee tornen, want ja, we spelen uit. Normaal zou ik ook nog zeggen look for overlap, dus gewoon overlappende runs maken de hele tijd. En dan de bal in de box werken. Dat laat ik nog heel even openstaan. We kijken wel hoe de wedstrijd zich gaat uitpakken. Ik denk dat we er zo wel zijn. Ja, nou, laat maar zien. Wat denk jij? Is dat een goede opstelling? Dit is de meest logische opstelling. Ik zit nog wel even te... Kluivert,
In de tackle vind ik hem wel. Jong zou ik eigenlijk wel... Inside forward ook. Misschien in plaats van Van der Beek. Of in plaats van Schöne. Ja, maar dat is toch weer die ervaring waar ik op wil bouwen. Ja, maar kom op, ervaring. Nou, weet je... Dan moet jij dat doen, als jij zelf speelt. Ja, maar ik ga echt niet met Ajax spelen. Wat denk jij? Ik ga gewoon NAC uit die onderste regionen helpen, hoor. Kijk, Huntelaar is nou advanced forward, aanvallende rol. Kluivert een winger, aanvallende rol, want die is links. Ik zet hem ook gewoon op links, dus hij moet gewoon voorzetten geven. En Neres, die heb ik inside forward. Die gaat lekker dicht tegen Huntelaar aanspelen. Ik ben een beetje bang voor Neres. Neres ja? Zaterdag, ja. Nou, we gaan kijken. En dan gaan we ook meteen de opstelling van NAC zien, ja. Als het goed is. De team ga ik submitten. Kijk, daar gaan we. David Neres en Klaas van Huntelaar are lacking in match sharpness and may struggle to see out the match. Hmm. Maar ja, we gaan toch door met deze opstelling. Verdediging, daar ben ik een beetje huiverig voor, man. Ik heb Sinkgraven die niet in zijn normale positie speelt. Ik heb natuurlijk Weubel die ontzettend jong is. En Orejuela die ontzettend jong is. Een hele jonge defensie. Waarom staat Mari voor de verdediging? Mari is een verdediger. Agyepong had er niet in hoeven staan. Korte, ja, oké. Okay. Ambros, Enevos. Wat een rare opstelling is dit. Ja, daar moet je toch echt bij Stijn Vreven voor zijn, man. Mm. Opposition instructions. Wie vind je nou echt dat ik gelijk uit het team moet schoppen? Garcia? What the fuck? Staat Garcia gewoon reserve? Maar op wie moet ik gaan letten? Dat is even belangrijk. Kijk, ik ga nu individuele instructies geven. Angelino gaat, als hij lekker in zijn vel zit, die gaat de hele linkerflank bestrijken. Dus hem dien je wel op te vangen op de middellijn. Ik ga hem hard tackelen. Hij is te snel. Hij is te snel om hard te kunnen tackelen. Ja, maar dat gaat een rode kaart worden straks voor je. Nou, we gaan het zien. Closing down, always dan. Dat doe ik dan wel. Ik pis wel een aantal namen hier, hoor. Hey. Ja? Ja, waar is Fernandes? Fernandes? Rubljon ook op de bank. Vloed? Lijon, die zit toch helemaal niet meer bij NAC? Ik heb geen datapack update gedaan. Dat zou misschien kunnen. Dat zou kunnen. Kijk. Nee, ik mis wel een paar namen, hoor. Is veel veranderd dan? En hoe heet onze kleine Marokkaanse vriend nou? Die normaal gesproken links centraal een beetje aanvallend staat. Ik ben even zijn naam kwijt. Kijk, nou goed. Een beetje Amsterdamse bluff. Passionate toespraak geef ik. En dan, we're favorites for a reason. Go out there and make sure they are left with in no doubt as to why. Want daar gaan we. De tunnel in. El Alouchi. Die staat er gewoon niet bij ook. Oké, okay, als ik vandaag verlies, dan zou het misschien wel eens mijn laatste dag kunnen zijn, zegt ze hier. Nou, no attention whatsoever. Misschien dat, vooruitziende blik, man. Your team selection today suggests a change of tactics. Might be on the cards. What's the thinking behind that? NAC is een goede team en goed team en ja, deze. Oké, daar gaan we. Maar zou dat betekenen, is dat een voorbode inderdaad van Marcel Keizer? Ik denk dat als Marcel Keizer met Ajax verliest van NAC, ja, dan mag hij wel weg, denk ik. Ik ben helemaal voor, man. Match Pete. Nou, die gaan we iets hoger zetten. Hier kan ik niet naar kijken. Kijk, dit is beter. Ik vond het met de normale stipjes van bovenaf wat overzichtelijker, hoor. Dat kan je ook nog instellen, hoor. Oké, okay, want dan zie je tenminste daadwerkelijk de looplijnen en dergelijke wat beter. Even kijken. Okay, volgens mij kan ik die hier nog zetten. Zie je? 2D Classic. Juist. Dat doen we niet. Nee? Nee, zeker niet. Jij kijkt liever naar dit soort... We zitten in 2018, Skate. FM 2018, laat ik het ja, zo zeggen. Ja, maar kom op. Dit ziet er toch meer uit als... hoe heet die game die we op de Amiga altijd speelden, joh? Die voetbalgame met die poppetjes. Nou ja, dan maar. Ja, ik weet wel wat ik hier bedoel, ja. Maar, sensible soccer. Is kwartier heb je overleefd? Ja, dat valt nog mee. En je bent aan het aanvallen. Ik zeg je de hele tijd, maar jullie. NAC. Hup! Oeh! Redding Onana, dat was echt een... Maar dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ja, hoe kun je dat nu al concluderen, man? Nou, jullie hebben één kans gehad. Ik heb nog geen één. Maar dat is even... Maar kijk, drie shots on target tegen 0 van Ajax. Ja, maar... Eén shot... Het zijn jonge gasten en na een uur is de tank weer leeg. Maar jullie en dat hebben geeft al jou vier de gelegenheid. Keer geschoten. Ja, je ik moet... nog nul keer. Dit is die, na 20 ja, minuten. Dat is die pressure in het eerste half uur. Ja, weet je, ik ga meteen ingrijpen.
Nou, wel ja joh. Na 20 minuten? Nou, ik ga even zeggen, jullie moeten even wat meer gaan schieten. Ik denk dat ik dat zo kan doen. Kijk, shoot on sight. Doe maar even. Even wat druk op die goal van jullie. Nou. We hebben 0 schoten, man. Dat kan niet. Mag ook niet. Ja, maar er zakt op dit moment nog niemand door de ondergrens staat. Het zijn allemaal 6.7, maar jullie hebben ook continu veel meer balbezit. Let nou maar op. In de tweede helft gaat dat tij keren. 2 schoten. Ja. En dan krijg je hem tegen natuurlijk. Oh, wat een lelijke counter. Oei. Hakim Ziyech. Gaat naar het WK met Marokko. We kijken nog heel even naar de herhaling. Nee, liever niet. Assist van Huntelaar. Leg hem mooi klaar. En hij ramt hem binnen. Nice. Dat is nog de YouTube. Het kan gewoon. Jongen. Je gaat helemaal niks uploaden op YouTube, jongen. Fuck. Nee, maar dat zie je. Dat is toch een goede ingreep van de coach, hè? Ah, nee, joh. Niet. Dat is, ik zeg toch, na een half uur, dan gaat het... Wel, joh. Bijna 2-0. Kijk, nou staan we alweer gelijk in schoten. Mm-hmm. Oh, het is echt gewoon de magische ingrepen van de coach, hoor. Maar je zegt van niet? Nee, man. Het ging pas draaien nadat ik even een tactische ingreep had. Nee, nadat de storm is gaan luwen. Ja, dat zeg jij. Ja, maar dat is NAC. Even in de eerste fase van de wedstrijd vol druk. En dan op een gegeven moment, ja, dan raak ik stil aan de tank een beetje leeg. Oh, yeah! Woe! Giovanni! Met je lege tank. Oké, maar dit is nog vlak even voor rust. Ja, vlak voor rust nog eventjes. Nu ook niet doorskippen, hè? Ja, fuck deze shit. Jongen! Jezus. Je kent me inmiddels nog wel een beetje, Skate. Ja, het is goed met je. Ben je al hersteld van het verliespotje van Puyo Puyo Tetris? Hou je bek, man. Dat is nooit gebeurd. Echt wel. Jullie speelden niet volgens de regels. Ik heb het nog teruggezien op televisie, joh, laatst. Jij moet wel heel trots zijn. Je bent de enige die me heeft verslagen in een videogame. De enige. Het is om trots om op te zijn, hoor. Niet? Nee. De rest is gewoon zo slecht. Meer vanzelfsprekendheid. Dat je de enige bent. We moeten nog steeds racen, man. Nog steeds racen. Dat je de enige bent. Of wat? Nee, dat is vanzelfsprekend. Ook dat. Oké, nou, thanks. Ga je weer wat veranderen, tactisch? Ik zit even te kijken. Ik zou Schöne vervangen door Van der Beek. Even kijken. Er valt niemand echt door de mand. Ziyech speelt echt goed. Kluivert, Neer is ook meer. Verdediging valt dat dan weer mee. Dat komt gewoon omdat ik gewoon met Sporksleden en Angelino prima backs heb. Maar weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga mijn ultieme troef inzetten. Oh, Mitchell Dijks, ja? Mega Dijks, die komt erin. Het voelt toch niet voor lekker. De lange rusjes over de linkerflank en de prachtige voorzetten, toch? Ja, naar de tweede ring. Hebben jullie een tweede ring? Nee. Dan ligt hij op de parkeerplaats. Mm-hmm. En eigenlijk zou ik ook een buitenspeler moeten wisselen. Maar dan weet ik niet heel goed wie. Want eigenlijk heeft Dolberg rust nodig. En moet ik dan echt Younes erin gaan brengen? Ja. Ticket. Ja, maar kom op, man. Ticket. Hij kan in ieder geval nog wel een balletje afleggen, misschien. Ja, misschien straks. Okay, the tension is tangible. There's this tension in the room. Nou, weet je, ik ga assertief zijn. We can still win this. Keep working hard and it will come. It's time for everyone to dig in. Zo, lekker open deur. Hè? Marcel Keizer. Dit gaan we doen. Hakim Ziyech looked switched off. Ik heb Ziyech niet weten te prikkelen. Ah, ja. Locked? Wat? Locked the switch off? Looked the switch off, ja? Ja. Hij is te goed voor dit Ajax, man. Ja? Dit seizoen doet hij nog niet bar goed. Nee, oké, dat is wel. Bar goed. Hij doet bar weinig. Ik vind hem bar weinig bovenlies. Vandaag. Ja. Korte, ik heb er geen goed gevoel over, wedstrijd, man. Hoor. Hey, legt die op de mat. Ik heb hier geen goed gevoel over, Skate. Een man of the match, hoor. Je van die korte op dit moment. Scoort bijna een 8. Weet je, pump the ball into box. Dat gaan we nu doen. Word je nu al, raak je nu al in paniek? Er moet wat gebeuren. Er moet iets geforceerd worden. Dat is toch helemaal niet des Ajax, man. De bal in het strafschop. Op dit moment gaat het om de punten, Skate. Weet je, een kampioenschap, kijk, die kan je zo laten liggen. Kijk nu naar dat rood. Kijk. Stilaan begint Ajax meer balbezit te krijgen, hoor. Ik vrees het ergste na een uur 70 minuten. Ik hoop dat je gelijk hebt. Huntelaar is injured. Dat is niet goed. Nou ja, dan kun je toch Dolberg erin gooien. Ja, ik laat hem gewoon doorspelen. Oh? Ja, hij moet gewoon door. Jezus. Even door de pijn heen. Ja.
niet zo zeiken. Spons gaat ook niks oplossen. Na 60 minuten nog steeds niks. Waar zie je dat hij geblesseerd is? Is dat oranje dingetje? Ja. Oh, oké. Okay. Als er in de 70ste minuut nog steeds niks is gebeurd, dan moet er iets gebeuren. Gewoon NAC gaat scoren. Nee. NAC gaat scoren, jawel, kijk maar. Ah, schone bal is weer. Uit. Ah, jezus. Neres, ik vind je niet goed vandaag. Kom op. Oh. Ja, er moet iets gebeuren, er moet iets gebeuren. Zal ik gewoon een aanvaller erbij zetten? Ik neem echt genoegen met een gelijk spel, maar... Dat snap ik. Als we nu kijken naar de kansenverhoudingen, 5-8, ja, ik bedoel, een overwinning is niet gestolen, hoor. Het is een redelijk gelijk opgaande wedstrijd, wat ik van tevoren echt niet verwacht had. Je hoopt het wel natuurlijk, we gaan attacking spelen. Dat gaan we doen. Er moet iets gebeuren nu. Ik vind het prima. Ik hou het op next passing. Vreven instrueert ondertussen zijn mensen. Laten we gewoon nu snel uitvallen. Laat Ajax aanvallen, wij gaan op de counter spelen. We hebben snelheid op de flanken. Tempo wat hoger gooien nu. Profiteer daarvan. Get stuck in. Echt, we gaan jullie nu wel echt lastig maken. Be more expressive. Oh, nu wel. Be more expressive. Jongen, je hebt helemaal geen mondige spelers in je team, man. Echt wel. Behalve Schöne en Ziyech, volgens mij. Nou, man. Je weet niet waar je het over hebt. En Huntelaar natuurlijk. We gaan Frenkie de Jong erin zetten. Ja, Neres en Kluivert. Ja, Neres is echt heel mondig, ja. Even kijken, deze. Zul je zien dat Frenkie de Jong de winnende maakt. En weet je? Toch maar wel, Younes. Alle vertrouwen in Younes. Daarmee zijn al je wissels gedaan, volgens mij, hè? Ja. 20 minuten nog te gaan. Er moet iets gebeuren, Skate. Ik ga af als ik meteen in mijn eerste wedstrijd niet van NAC weet te winnen. Er is geen afgang. Het kan. Het kan gewoon gebeuren, weet je wel. Ja, maar dan ga ik niet met een goed gevoel naar huis. Nee, dat snap ik. Nee. Wat gebeurt er hier? Wat doet het? Wat gebeurt er hier? Agyepong. Hij speelt volgens mij niet eens meer bij NAC, maar hij doet het gewoon. Fucking hell. Of was hij geblesseerd? Ik weet het niet eens meer. Overload. Nou, dit gaat niet goed. Hier ben ik niet blij mee. We zetten Van de Beek zetten we ook in aanval. Attack. Wat een heerlijk begin van de carrière van coach Koos. Ik zweer, jij zit volgende week kun je op zoek naar een nieuwe werkgever, man. Ik hoop het niet. Zou het dan toch die wissel van Dijk zijn geweest? Ja, dat is niet de bepaalde talisman of zo, volgens mij, hè? Kom op, man. Nog 10 minuten, hou vast, jongens. Hou vast, laat je... Er gebeurt gewoon helemaal niks. Er gebeurt gewoon helemaal niks. NAC heeft zelfs nog gewoon veldoverwicht... Het heeft geen zin nu, jongen. Je kan wel. Je gaat toch niet in de laatste 5 minuten dit team nog met allerlei tactische dingetjes instrueren. Nu komt het gewoon aan op hard. Go route 1. Hupskay. Take more risks. Kom op, jongens. Dat moet. Roam from positions. Ja, nu. Ik hoef alleen zo te doen zoals Stan Vree wat hij doet. Kom, jongens! Come on! Kom op. Dat meen je niet. Hoeveel minuten blessuretijd nog? Er gebeurt gewoon ook helemaal niks. Ja, we hebben vijf minuten. We hebben de wedstrijd op slot gezet. 5 minuten komt erbij. Kom op. Oh, wat een afgang. Tijd tikt er gewoon weg. Er gebeurt helemaal niks. Zeg maar... Oh, shit. Dijks! Wat? Hij gooit gewoon die bal terug. Oh, countertje. Ene volse, kom op. Ja! Zingen zangen, NAC! Wat een heerlijke overwinning. Als dit de voorbode is van wat er dit weekend gaat gebeuren, oh, dan heb ik de tijd van mijn leven. Wat een heerlijke zaterdagavond wordt dit. Ik zit er klaar voor om 8:45, hoor. Kijk, maar nu deed ik wat Marcel Keizer zou doen. Oh. En nu ga je de wedstrijd... Nu ga ik voor Deggie spelen, zeg maar. Nee, kut. Kut, ik baal ervan. Ik ben wel boos op de jongens, dat laat ik ze wel weten. You were not good enough tonight. Ze speelden niet met de volle overtuiging, had ik het idee. Ze reageren wel positief. Ja, nou, maar gelukkig. Ik merk wel, je hebt ze iets te veel
met allemaal tactische dingetjes willen instrueren. Je hebt de hoofdjes overloaded with information. En zou dat het zijn? Ja, deze jongens moeten gewoon lekker een beetje met vrij in het hoofd kunnen spelen. Ik had gewoon moeten beginnen met Amin Younes. Wellicht. Duitsers verliezen nooit. Wellicht. Nou, dat was het. Ja. Een teleurstellend begin. Ja, tot ziens. Dag. Bedankt voor het kijken en volgende keer gaat het beter. Ga je dit vaker doen? Dit ga ik vaker doen, ja. Ja, zeker. Alleen dan met een positieve afsluiting. Succes, man. Thanks.